Huh? Nee. Oh. He's so on my fucking hand again. Put him back. I can't. Had die madame al een gast. Had die vrouw al een gast. Ik meen dat die moet van me naar een avicor zet. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jamila Baidu, 28 jaar en ik maak soms een video. Ik heb me eigenlijk helemaal nog niet fatsoenlijk klaargemaakt, maar ik kom eens even naar de winkel, want wij hebben dus zo van die... Want we hebben zo van die verse fruitsapjes zo, die je zelf kunt persen in onze Carrefour hier. En we hebben er al twee keiveel zin in. En ik heb nog een paar andere dingen nodig van de winkel. Oh, mijn mond is weer gaan lopen. Ik ken je met dat beest. Kom eens hier. She's always fucking running away, hè? Where is that animal? Jens? Oh, dat kussen ook. Is het terug? Jens? Oh, kan er niet meer. Where is that fucking animal? It's always running away. Jesha? Ach, en dan zit hij altijd daar zo weer eens te lopen, hè? Zo... Hier op dat stukje op straat. Ja, we hebben dus twee voordeuren, maar wie... Ah, daar is ze. We gebruiken eigenlijk nooit deze voordeur. Deze voordeur komt ook recht in Jens' kamer terecht. Maar jongens, even zien. Hé, hey, jij daar. Ontsnapperke. Ontsnapperke. En hier zit hij. I am I. Hi people. You brown. I am to the chapper. To chapper. Ja, jij looks brown. So it's... Oh, it's like the red beaches. Jij hebt de red beaches met de red shoes. Mensen zijn de mensen die nu kijken dan nog altijd de t-shirt de beaches kennen. Als dat zo is, moet je mij zeggen welke kleur dat t-shirt heeft. Weet jij dat nog? Ah ja, ik weet het. Goed. Ja, but we're going for the dingetje, de... Fruitsap. Oh, that's so cool. And I'm gonna take one van 5 euro. It's like very expensive, maar het is wel lekker. En gewoon dat braaf zijn, hè. Ik had van de week een foto op Instagram gezet van de Milo, hoe dat hem vroeger was. Olé, hoe dat hem vroeger voor het toilet zat daar en dan daarna. Weet je hoe mensen dat zeggen van, oh, is hier een sitting on the toilet? Want je ziet zo uw voeten en dan zo uw onderbroek nog een beetje. Maar ik had dat al gekriept, want anders zag je de bruine strepen en zo. En ik had zoiets van, oh, dan doe dat. Maar yes, we're going. Bye, Jesha. Hi, peeps. Oh my god, het weer zo. Wat was dat, yes? Oh, can I spuit it on you a little? Nee, ik heb al. No, I spuit it on you. Ja, maar niet veel, hè. What's up with that? Niet veel. Hier ook en hier ook, hè. She's having a fucking range over again. Geef me niet de switch, Alec. Amai, wil jij alsjeblieft niet twee keer op dezelfde staanplek doen? Jullie te doen het hier en hier. Let's go, hè! Ah! So eating it. Ja, niet te eten. Koering, champagne. Wel, die manier achter is aan het zoeken waar het hem zo het dingetje kan. Oh, hij heeft het. Oh, nee, hij had vragen. Huh? Oh, het is hier, hè, dude. Je is zo naar eens. Je wel ziet, je snapt het niet, hè. Je moet die deur maar met een draad stikt daarin. Je tanden zien zoiets. Oh, maar dat is door die bruining. Ah. Hey, dat is echt zotse mensen. Als je tanden wil bleken, gewoon bruin. Zelf bruin erop doen. Look how white they are. Die van mij waren... Niet zo inzoomen al. Oh, ja. Die van mij waren ook zo wit als ik dat deed. Met jou. Oh, hier is hem. Die are not so white anymore. Brein also not so brown anymore. Nee. Dat is letterlijk nog maar 3 of 4 dagen geleden dat ik heb gedaan. Sorry, son. Like I need to do it again. The man is so pain here, Kenny. Mijn man, ik besef juist dat ik er zo charmant uit zien. Wow. Maar Jens is nog even in de winkel, maar oh people, this is the shit. Kind dat wel zo'n grote... Oh, wat is dat met die lens? Dat is zo'n grote machine en die pers dat dan zo live. It's like een livestream van... Persings? Maar ik kon er al van genieten, die Jens is nog even aan het afrekenen. Waarom riskeer ik altijd zo veel in mijn leven? Die camera, ik kan hier totaal niet staan en ik heb zoiets van, jawel, dat gaat wel. It goes, kan niet. Dat is echt zo goed. Oh, zo vers. Mm. Oh, mijn man, verser god het niet hebben. Echt waar, dat is zo fucking fresh. Kost wel 5 euro, maar goed. Je betaalt ook per fles dat je koopt. Hè. Dus deze fles is 5 euro en de kleinere fles is misschien 2 euro of zo. Snap je? En het wordt kleiner en kleiner. Wat zijn sterke mensen, wat drinken? Hier redden we, hier redden we.
Ziet dat nou lopen. Ja, ah, zo'n middelvingertje zo. You fucking loser. Wat is het met jou, gast? Je een loser. Jij bent een loser, hè? Ik heb alles. Wat, ik heb alles? Ik heb alles. Nee, Jens, put alles back waar het moet staan. Wat voor domme, nu ben ik die kaas nog vergeten. Hey, fucking loser. Oh, kutkind. Dus. Ah. Ja, het komt erop neer. Ik had een bepaald aantal ingrediënten nodig en ik vond dat hier niet. Dus ik moest nog pepers hebben en koriander. En hij was not finding it. Maar die eens had eigenlijk alles al gepakt wat hij nodig had. En ik zeg tegen hem van, Jens, alsjeblieft nog wel eens mee naar Albertijn voordat ik terug naar huis rijd. En hij zegt, oh ja. Ja, maar trouwens, jij zegt dat van, ah ja, dan zal ik dat daar kopen. Ik heb niet gezegd dat jij je spullen moest terugzetten, hè? Ja, nee, maar ja, it's cheaper there, hè? Yes, yeah, so he was like putting it all back. En dan daarna vraag ik aan die vrouw van, zeg, koriander en peper, kan jij er eens vinden? Dat is een kleine Carrefour ermee. En die vrouw zei van, ah ja, hier. So I'm taking it. En dan was like, ah, zeg eens, ik heb het gevonden, dus pak je spullen toch maar mee. En dan was hem terug alles aan het pakken en zo. Ja, zeg, don't be that bitch, hè? I am a... Been that bitch, still that bitch. Ik heb juist eens afgezet en ik moet even deze nummerplaten gaan terugbrengen naar van waar ze komen. Want zoals jullie weten heb ik mijn auto anderhalf jaar geleased. En dan heb ik die zelf overgekocht. Dus ik heb er nummerplaten, maar die moeten nog terug. En dan met al de nodige documenten erbij die ik moet afzetten. En ik moet daar een uur voor rijden, man. Voor een nummerplaat. Een uur heen en een uur terug. It's gonna be such a joyful ride. Dat is in Boortmeerbeek, waar de familie wordt opgenomen. De studio's van familie liggen daar. Misschien moet ik hier wel langs gaan. Die acteurkens van familie zien ons blijkbaar altijd graag komen, man. Die eens met een camera. Ah, kan niet. En dat is puur sarcasme, maar in de tijd dat wij GBV rijden meededen, dan hadden wij Sandrine André en Hanne van familie en... Wie nog? Er worden nog wel wessen. In ieder geval, iemand van familie was gewoon zeggen, die dat dus meegereden was met ons, dat wij echt zo de dag allemaal waren. Dat wij echt zo vragen stelden die dat zo expliciet waren en shit. En wij hadden echt zoiets aan menen. Deze waren echt mega, gewoon mega chill. Wij hielden heel hard rekening met die mensen hun privacy. Wij stelden totaal geen ongepaste vragen. En sinds dan wou er ook zo niemand meer meerijden. Maar dan is Sandrine André ook gezegd, want die was met ons meegereden. Voor de mensen die niet weten wie dat Sandrine André is, dat is Veronique in de familie. En die zei ook tegen ons, want van haar weten wij dat eigenlijk. Die zei in de auto tegen ons van, goh, eigenlijk viel dat toch keigoed mee, want ik had gehoord dat gewoon echt zo'n soort van dag allemaal waard. En zei ze ook van, nee, het was echt wel savai en gewoon chill. En dus veel respect naar Sandrine sowieso. Maar dat is gewoon grappig. Dat er zo zelfs in de volwassen wereld zijn roddels totaal niet overbodig. Hè? Dat gebeurt genoeg. Maar ik ken niet eens een dag allemaal, ik ken dat niet mee. Zo zijn we niet. Zo, ik ben dat hier juist even gaan binnenbrengen. Oh, ik heb echt zo'n uur gereden voor dat even af te geven en dat is het al boeg. Nogal. Ik vind dat nog wel fijn auto rijden. Dat is altijd zo chill en alleen met muziekje erop. Je weet zelf. Die fucking trekken dat ik ineens krijg, juist. Ze biedt tegen dat ik thuis ben, dan is ons Jenske zijn rijlessen aan het doen. Kan niet, hè, met Jenske. Hij is zo voor zijn rijbewijs bezig weer al. Maar de eerste keer heeft hij enkel zijn theorie gedaan en hij gaat nu de 20e zijn praktijk doen. Dus mensen, even allemaal in de reacties zitten. Succes eens met je rijexamen. De 20e. Mensen, I'm facetiming met Plettieke. Hi. Plettie is so living alone at the zee. En ja, I'm gonna... zonder adres alsjeblieft. Ja, tuurlijk. Maar I'm gonna live with her, hè. Ja, gemokt. Jij zou dat niet aan kunnen met mij, denk ik. Ja, dat is ook misschien wel waar. Kan niet. Yeah. Maar ik heb wel twee kamers, dus je kunt altijd komen logeren. Ja, dat wel. En dat is leuk in de zomer en zo aan de zee. Want jij zit ook, yes. Jij zit vlak aan de zee, of niet? Ik zit letterlijk... Ja, ik ga het niet zeggen. Oh, ja. Ik zit echt in het centrum. Ja. Yeah. En ik heb zeezicht een beetje zijdelings. Oh, kan niet. That's so nice. Goed, ik kan haar ook niet mee. She's so being zelfstandig ineens, hè, de die. En ik ga zondag proberen naar u te rijden, hè. Ja, doe, hè. Ik wil echt dat jij zo eens komt met Jotto. Ik ben nu deze week al twee keer naar Ninove gereden. Dat was al een stressmomentje. Ik heb echt zo gewoon schrik voor daar rondpunten naast. Waarom? Die twee grote, ik weet niet, omdat dat altijd zo aanschuiven is. Stel je voor, ik val daar stil. Maar people snappen dat wel, hè?
Ja, ik heb mijn al niet meer hangen, hè. Zonder ze nog gaan snappen. Hangt hij dan gewoon terug even voor dat rondpunt zo? Tell me, Jens, what did Milo do er strek? Zo, je hebt zo van die... ja. Van die automatische spuiters, zo, dat je zo in zo'n dingetje zet. No, it was not that, hè. Ah, wat dan? Zo die... voor op je kleren. Voor ah, textiel! Of, ja, 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 ja. Textielspray. Zo, jij, die was biting het, hè? Ja, die had dat echt zo in zijn mond, die fles. Zo die top van boven en dan beneden. Dus ja, dan heb ik dat in de bombak gezet, want dat drupt. Dat is kapot van ons. Dat was een slechte flesje ook. Denk het, ja. Wat doe jij allemaal? Nee, rustig. Wat doe jij allemaal? Dat is, jij moet altijd iets kapot maken, hè, gast. En even mensen... Ja, beter dat dan de kabels. Weet je wel, mensen dat dan ook zeggen van dat komt omdat je daar niet veel mee buiten gaat. Niet en net. Een puppy, zeker een golden retriever, de eerste 2 jaar. Maakt niet uit of je er na 47 uur per dag mee buiten gaat. Hoe ligt je erna? Elke puppy, en ik heb echt van zoveel mensen gehoord, tot hun 2 jaar zijn die gewoon fucked up. Die maken alles kapot. En dat komt... Don't puke, jongens, van boven, hè. Dat komt blijkbaar omdat die heel veel last aan hun tanden hebben. Dus die hebben heel veel pijn aan hun tanden, waardoor het die zoveel mogelijk bijten op van alles, om dan die pijn... Je hebt toys, hè. Ja, je hebt toys, maar joh, heel dat fucking huis is hier een toy voor die hond. Yes. Hè? Milootje? En mijn gesjetje? Zo'n hondjes zijn proper tegenwoordig. Nee, vriend? Oh, dat is zo'n eeuwig beest, hè. Dat is iets. Zo. Die gesje. Zie je jaloers, zie je. Die wordt zo zot als ik gesje een aandacht geef, hè. Stop pesting each other, alstublieft. Het is goed, het is goed. Ook als je zo binnenkomt, is die echt zo, oh, dan begint hij te springen. Maar ja, we draaien ons eigenlijk dan zo om en wij negeren die volledig, omdat we niet willen dat hij springt natuurlijk. En dan stopt hem en als hij rustig is, geven we hem pas aandacht. Zo leert hem dat, hè. Hé, hey, puppy, zo leerde dat, hè, ja. En ineens gaat ze beter rijlesje doen. Ah ja. So you're going. Ik kan hem even afzetten. En ik ga vanaf mijn afstand een beetje achter u rijden. En zo kunnen de kijkers kijken hoe dat jij rijdt. Ik ken dat. Ik ken zo 2-3 auto's achter u. No one knows. Even, ik kan heel de weg, hè, want hoe lang moet jij rijden? Een uur? 2 uur. 2 uur! Van 1 tot 3. Ja, yeah, I'm not gonna drive. Maar zo 10 minuten of zo, dan kunnen jullie zien hoe dat ineens... zijn skills zijn geworden sinds mijn rijles eigenlijk, want het is ook daardoor dat je dat geleerd hebt. Allee, ja. Toch, hè? Ja, of course. Dat is toch door mij dat jij met een auto wil leren rijden? Nee. What the fuck is going on? Ik heb 20 uur rijschool gedaan. Ja, oké, dat is bijzaak, hè? Maar die ene keer was ze met mij en dan was de eerste keer dat je fatsoenlijk kon vertrekken en zo. Ja. Yeah, it's true. Stop killing my doggy, alstublieft. Dat is een ninja, hè, gesje. Jesje is zo klein dat hij, ook al ligt hij neer, dat maakt dan niet uit. Die past altijd in de poten van de Milo. Dat is zo het enige wat hij kan. Of die begint heel die mond uit te likken. Die scherpe tandenmaat. Nou, he's having such a laugh. Ik vraag juist, ik zeg tegen hem van de Milo gaat echt zo'n familiehond zijn. Als die wat ouder is, die gaat echt zo kinderen nice vinden en zo. En ik zeg tegen hem van dat is goed voor als jij en uw vriend een kind adopteren of zo. En ik zeg tegen hem of ik kan uw draagmoeder zijn. En zijn antwoord was echt zo, dat gewoon niet. Hè. We need a better child. Ja, sorry. Wauw. Dat kan niet. Ik heb keigoede genen, man. Wat is er? Wat genen? Ik heb goede genen, man. I'm like a little Zuiders. Ik heb grote mooie ogen. I got good lips. Snapte? Dat wil niet zeggen dat je kind zoveel gaat vreten als ik, hè? But I'm pretty when I'm skinny, allah, ja, joh. Nee, dat kan niet, sorry. Wat? Am I not pretty, Jens? Yes! Am I not pretty? Imagine me healthier. Yo, that's not gonna happen. It is happening. It is okay, it's happening, allah, joh. Nee, maar serieus. Maar nee, sorry. Wat nee? Nee. Kerel? Wat? Explain me why, please. Ja, gewoon. Ja, maar je ziet. Die kan nooit niet verder zien dan hetgene waar het kan zijn. Maar nee, sorry. Nee. 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 Nee.
Nee. Maar waarom niet? Gewoon. Waarom ben ik voller? Nee, uw karakter. Dat karakter. Want dat kind. Uw nonchalantheid, dat wil ik ook niet in dat kind. Maar qua uiterlijk toch savai of niet? That's not a guarantee. Allee, dat is ook geen garantie dat hij mijn innerlijk heeft en men? Meer dan het uiterlijk. Ik ben niet zo, ik ben zo gecreëerd. Hè? Ja. If you voer het goed op, it's nice. Hè? Nee, we gaan dat niet doen. Ik kan niet mee jazen, maar zo! En Priya! Ik zie er nu vandaag niet uit, mijn Priya! En ik heb ook een goede innerlijk, jongen, ik ben toch een goede mens, of niet? Soms. Wanneer? Of van wanneer when niet? You do good things. I do good things, wanneer niet? When you are lees. Ja, maar die uitleggen ook. Er zit zo niks serieus in, waardoor het dus eigenlijk ook helemaal niet geldig is wat hij zegt. Ik zou een perfecte draagmoeder zijn. Sowieso. Ja, niet voor mij. Voor wie dan? Wie is er een perfecte draagmoeder voor u? Iemand die ik niet ken ten eerste, totaal niet. Waarom? Nee. Maar jij wilt, niet. Jij wilt die officiële moeder niet meer in het leven dan, of hè? Nee. Oké. Okay. Dus zo'n Italiaanse. Ah, ik wil dat. Oh my god, dat ga niet. En dan like the sperm of me or him. Take him alstublieft. He's a pretty guy, It's true, eh? You're a little... Wow. Ja, hier. You're a little... Ik weet niet. You're a little... Lies. Zware gastje, yeah. Is Lies, hè. We go, bring him. Zie hoe lief ik dan nog ben. Oh, wat een kut innerlijk heb ik. Oh, wat een kut innerlijk heb ik. Je kan ook zeggen, got the fucking food. Maar ik stel zelf voor van, Jens, moet ik u brengen, anders moet je heel dat stuk te voet. Dus zeg maar even dat ik lief ben. The conversation is over. Oh. Insta, ik kom een teammeetje tegen. Nou, waar ga je? Ik ben naar de Spar geweest. Ah, kijk, goed. Doei. Dat is toch toevallig? Ja, kan niet. Maar ja, die woont achter onze hoek, zo eigenlijk is dat niet toevallig. Ja, good luck, Jens. Thanks. Deze is een auto waar Jens mee gaat rijden, mensen. Het is een new Mercedes. Een Mercedes, ja. It's cool, eh? You can like drive with that and be happy in it. 2 uur aan een stuk. Maar hey, ik kon er niet volgen, ze maat. Blijkbaar rijdt het op Tinder leven en zo van die shit. Dat is een nu rijden, maat. Daar kom ik niet achter, zo. Vergeet het. Als ik dan thuis kon, hebben we geen kop niet meer over en waarschijnlijk ook geen honden niet meer. Yeah, we go like hier tot aan de lichten daar en daar zo af. Naar beneden ah, zo. Ah, zo al, bij dat kerkje daar. Ja, en dan naar die kerk en dan zo volgen die grote baan op. Ja, en ja, en dan de grote baan op. En maybe autostrade, ik weet niet. Maar ik zei... Heb je dat al gedaan? Ja, met de rijschool toen is één keer. Ja. Maar zelf heb ik dat altijd vermeden. Ja, ik ook. Het eerste jaar dat ik zelf reed, heb ik echt geen autostrade gedaan. Ja, en dan had ik dat, hij vroeg hij van, wij dat al, van ervaringen, bla bla bla. En ik zei dat dan, want ik zeg, ik heb altijd autostrade wat vermeden. En hij was like, ah, maar ja, ik heb een slechte gewoonte. Als iemand dat zegt, dat we dat de volgende keer wel eens gaan doen. Ja, maar eigenlijk, in principe is dat nu het leukste om op te rijden. Zo, geloof mij, dat is even erdoor gaan. Maar je gaat daar nooit levenslang bang van zijn. Dat is maar heel even op begin. Het is zo dat erop gaan en eraf. Dat is, eens dat je erop zit, is dat niks. Gewoon invoegen, hè. Man. Ik kon dat Shinske rustig laten rijden, want anders kreeg hij stress dat ik erachter zit en zo. Maar als hij binnenkort zijn rijbewijs heeft, dan gaat hij dat zeker een keer zien. Als hij dat ooit behaalt, tenminste. En ik ben nu in de grootste angst van mijn leven razend rijden, omdat ik echt schrik heb dat hij Milo weer allemaal aan het doen is. En ik zeg Milo omdat Jesje gewoon niet zo is. Jesje is echt een rustige hond die daar in de zetel gewoon zit te chillen en Milo zit er alles af te breken, maat. Maar ja, we gaan kijken. Normaal kan hem niks pakken of zo, maar yeah, you never know. Dat beest vindt altijd wel iets. Al is het een kast of een bed of zo, whatever. Allee, we zijn aangekomen bij Milo's kleine pretparkje. Ik zie hem niet. Die angst dat ik tegenwoordig heb om die deur op te doen, mensen. Oh, ik zie hier al iets liggen, hè. Daar ken ik het niet mee. Oh, zie, dat is ongelofelijk. Je moet gewoon maar iets gedaan hebben, hè. Iets, hè. Dat mocht al niet uit, wat je, als ze maar iets heeft gedaan, hè? Dat kussen in, vrienden van één. Dat was als liste kussen, man. We hadden hier 4, 5 kussens toen we hier kwamen wonen en geen één niet meer. Wat is dat? Hé? Hij weet het, ze zien. Wat is dat? Wat is dat? Je weet dat goed genoeg, hè? Kom maar even naar buiten.
zeg het, maar dat maakt niet uit. Hoe hard wij erop letten, er is altijd iets kapot dat wij te huis komen. Altijd. I'm just stuffing it back in, zo nee. Dat zijn figurenmatig beesten. Maar ik moet echt even dringend naar het toilet. Dat ga ik uiteraard niet filmen. Oh, dat valt mij echt nog maar juist op dat de Milo gewoon de fucking kabel... Hier is hem, hè? De fucking kabel van mijn laptop kapot heeft gebeten, gast. Was het lekker? Huh? Hier is het ander stuk. Dat moet er normaal gezien ook aanhangen, maar goed. Alles komt goed. Ik kan die inzalen. Ik zie maar niet hoeveel mensen dat me verder gereden. Oh, weer op mijn blote voeten. Ze kennen er niet mee. Ik kon toch gewoon rap even die inzalen, dus dat mag niet uit. Vrouw ligt er midden op de oprit van ons naar fucking brief, gast. Ken ik ook weer niet meer zo. How many people died? Nobody. Are you sure? Ja. Was ja. Parkeren? Dat hebben we nog niet gedaan. Oh, nee. We hebben vandaag gewerkt op mijn voorrangen en zo. Ah ja. Omdat dat nog een probleem was. In de straat? Dat ook niet, maar ja, dat lijkt me nu geen probleem met een automaat. Ja, nee, maar het is keren. Maar drie keer, ja, dat drie weet keer ik. Max, hè? Ja, ja. Maar goed, ja, zei, voor mij zijn er al klaar voor. Hij zegt, zaterdag, want ja, we hebben ook. Die zei zo links en ik ga naar rechts. Oh, je bent zo lief. Hier bij het afrijden. Ja. Omdat dat dichter naar Assen was. En omdat ik naar hier kwam. Ik was niet goed aan het opletten, omdat ik was aan het zien of jij er nog ergens waart. Oh, maar nee, ik was gewoon al weg. Ja, maar dat was looking en dan heb ik naar daar gegaan. En dan zei hij ja, op het einde van, ja, als je nu naar daar was gegaan, hadden we iets meer tijd gehad, dan waren we hier sneller. En hadden we al eens kunnen oefenen op manoeuvres. Ah, zo, ja. Dus het was mijn fout. But it was good. Ja, en zei van, je voorrang ook al veel beter. Ja, ik kijk altijd. Alleen nu, als ik nog maar een straat zie, zonder haaientanden, dan kijk ik. So gonna be a chauffeur, ja. Ja, I don't know, hè. 20e heb ik mijn examen. Ja, dat en als ik er kijkers, niet door ben, dan is het ergens in juli nog een examen. Als ik er dan niet door ben, ja, dan moet ik weer 6 uur rijschool doen. En dan zien we wel wanneer dat weer mijn examen is. Ja, oké. Wat allemaal bij? You have so chocolate bij, you fucking sneaky bitch. You can fluit naar jouw chocolade. Nee, joh! Jawel. Nee, mensen. Until I see that you knip it uit. It's my chocolate, mensen. See, like, elk dieet kan voor mij, maar de moment dat ik mijn regels ga krijgen of heb, then I eat chocolate. That's like één basisregel. So that's what I do. So please give me the chocolate because I'm getting my regels. Oh. Yes. Abo. Ik zeg ook al jaren op de Jens zo alles van eten en ja. Zo. Dat is kei grappig, dat die kop elke keer zo. Bedankt, het was echt goed. Is het cool of niet? Ja, dat is wat ik bedoel, ja. Ja, denk ik. Ja. Maar normaal is het zo één vaste reep, denk ik. Snap je dat je dat zo af... Het zijn er drie, hè? Ja, maar ja, dat weet ik. Maar normaal is het zo één grote reep dat je zo moet afbrokken. Maar ja, maakt niet uit. Chocolade, chocolade. My body is asking for it and it will receive it. Je weet, hè. Wat? Put it down. Oeh, roddels. Are you ready for it? Ja. Het is u eten in ieder geval. We zijn 5 minuten weg geweest. Als er na het is, dan weet ik het ook niet. We gaan trouwens een beetje zien voor een bench, want deze is echt niet meer te doen. Rap. Vijf minuten, man. Waarom is dat je net op de grond op te zitten? Moven. Ah. Dit kan niet. Wij zijn vijf. Ga weg, Milo. Wij zijn 5 minuten weg, man. We go for a bench. Ja, we gaan echt voor een bench. You're gonna get the bench. Nee, niet springen. Zitten. En dan weer. Nee, zit. Allee, mekker. Dit kan toch niet, man. 5 fucking minuten. Minuten zijn wij weg. Nu zijn wij weg en zien waar dat die rietkast. Wauw. Weet je wat het probleem was, Sin? Die motherfucker gaat zelfs die beest gewoon kapot buiten, gast. Nou, dan heeft hij geen tanden niet meer, want dat is ijzer. Then you have a no teeth and then you cannot burn. Ik kan hier echt niet meer. Echt niet. Is mijn eten nog een fliek of? Ja. Oh, Milo, ik heb het even gehad met je jongen. Even geaandacht, sorry. Dat zak.
wel dat. Ik zeg u om de... Oh no, that's my food, hè. Keep it safe, hè. Mijn zak heb ik gevuld. Mijn eten ligt hier in die zak met alles ervoor gezet en zo, zodat je er zeker niet aan kent. Die heeft vorige keer niet van deze kant gewoon eraf gehaald. Oh, mijn lordje. Ik hoop dat we snel een jaar verder zijn, vriend. Oh, dat is toch ongelooflijk, deze. Ik zeg u om de hoek gaan en dacht, ah, oké, het is in orde. En dan zeg ik zo één fucking pluksje liggen en ik draai om en ja, dat was niet fataal. Maar zoveel ook. Maar ik ben ook zo achterlijk voor dat kussen nog op tafel te laten liggen. Ja, alleen. Ja, dat is ook mijn schuld. Hè. Ja, pas op. Dat zou gewoon niet moeten gebeuren, maar... Ik ben vertrokken, rap en ik heb dat kussen van de grond gepakt en al die foam er terug ingestoken. En dan heb ik dat op tafel gelegd, maar ja... Dat was misschien niet zo'n slimme. Dus Milo, ik zal ook 50% van de schuld op mijn eigen steken, hè vriend? Ik ben benieuwd wat dat gaat geven, dat Milo in een bench. Die gaat dat niet zo plezant vinden, maar ja, goed. Wij vinden dit ook niet meer plezant. Ik zou hem ook liever als een vrije vogel lopen, maar... Nee, dat gaat niet, hè vriend. Daar hebben wij al wel in bewezen dat je dat niet kunt. Oh, pak wel een ruime bench, dat dat beest wat kan bewegen dat we er niet zijn. Het voordeel is wel, mensen zijn niet veel alleen. Dus eigenlijk, pak 90-95% van hun tijd is er altijd iemand bij. Dat gaat over kleine momentjes, dat we eens naar de winkel gaan of zo, of ik naar de car wijzen of glas gewoon weggooien en zo van die momenten zijn dan. Nee jongen, ik heb niet meer dan 3 minuten nodig om je te kapot te maken, dus... En heel soms ben ik in Antwerpen en is hij eens aan het werken, dan kan het wel een paar uurtjes zijn, maar dat is echt niet veel dat dat gebeurt, dus ja. Oh, vriend, ik zie je zo graag, maar jongens, het is vermoeiend, echt waar. Word gewoon snel volwassen, hè? En misschien eens kijken voor iets voor op te bijten van... Echt zo voor zijn gebit. Zo echt een hard ding voor zijn gebit. Dat is zo rubber, van dat rubber hart. Een kong, dat zou goed zijn voor hem. Dat is zo... Hier! Ja, we gaan dat wel zien in deze beet. Ja. Maar mijn ex en de hond had dat ook nog kon en dat is ook iets waar die echt keilang mee bezig zijn. En die krijgen dat ook niet kapot. Ja, die een andere hond. Ja, dat is ook... Ah, getting frustrating. Niet eens 2 weken geleden dat je dat nog maar even gedaan en dat is echt al terug keilang. Ik ken dat niet mee. Ja, kom, speeltijd gedaan. Ziet dat. Milo. Gaan wij alsjeblieft even wandelen met de hoofdjes? Kom, Gesje. Dat zijn echt 2 sukkels, man. Loserke 1. En loserke 2. En loserke 3. En 4. Geef mij dan mijn nummer 1, zodat ik toch een nummer moet zijn. Alles, dat kan. Alles, van Vliet hier nog. Nou, nog wel. Oh, en ook zo'n onschuldige... Nee, die is niet zo'n... Die echt zo'n een speelface, maat. Je ziet dat hij echt zo met je voeten speelt. Ja, he knows that you're always clean en dus hij denkt van, oh, ik ga het doen. Ja, we gaan een leuke bench hebben waar je kunt gaan zitten, vriend. Hé, hey, kom door hier. Ja, gewoon niet mee. Kom, hup. Doei, bitches. Tot straks. Nou, die kop ging al aan de zetel. Hé, maar makker. Had hij nou geen kussens in de vriend? Als hij echt de zetel? Ja, begint te bijten. Of de prijzen van een tv, omdat de prijs van de kast is ook al kapot. Ja, wij hebben zo'n liedje in onze kast. Ja, dat is een liedje van de auto, hè? Ja. Waar is zo'n liedje in ons kast en dat was dan verbonden. Oh, ik heb dat volgens mij al verteld, of was dat op Instagram, ik weet het niet meer. En dat was verbonden met die kast zelf. Dus ja, die heeft heel dat stopcontact kapot gebeten. Oh my god. Dus nu hebben wij geen mooie verlichting meer in die kast en dat was het mooiste van die kast. But it's no more. No more. En ik zie er nog altijd echt verschrikkelijk uit, ik weet het. Ik heb echt vandaag gewoon niks aan mijn kop gedaan. Ik had zoiets van, het is een zonnige dag. Loop er gewoon bij als een slons. Zeg, pas aan het denken. Ah, hier is zo dramatisch. Ik was aan het denken. Ja, daar wil ik juist voor beginnen. Kun je niet van je handschoenkastje een ijskastje maken? No. But the Range Rover has een ijskast hier. Is dat? Ja, zo de nieuwste Range Rovers. Ja, yeah, so you get the new one. Maar dat is hier zo. Ah, wel, maar ik was aan het denken, van deze of van dat, zo een cool dingetje maken. Ja, dat moet toch kunnen? Ja, maar ja, dat staat dan alleen aan als een auto aanstaat, hè, dus je kunt er al niks in laten. Maar neem je er gewoon van die cool elementen bij steken? Ja, dat kan halen, joh. Oh. Peoples, we waren hier just... She's like... so
lifting. To Gent, wie dan de go to Gent? Ja, we waren hier juist een ding aan het doen. Wat waren we aan het doen? Ah ja. de kleren we hebben vandaag de kleren opgevouwd. Het is toch opgevouwd? We hebben de kleren vandaag opgevouwen. We hebben vandaag de kleren opgevouwen, niet opgevouwd, man. Opgevouwd is geen fucking woord. Maar niet. Ik vouw, jij vouwt, wij vouwen. Wij hebben gevouwen. Wij hebben gevouwen. Nee! Ja! Zie je wel? Ik weg, jongen. Ja, het is echt dood. Wij hebben gevouwen. Gevouwd? Nee, man. People just comment that I'm right, want allee, maar wel allee, het goede antwoord, maar ja, ik ben sowieso goed. Allee, ja. You're not cool, Jesse. Het is fucking opgevouwen, toch niet opgevouwd? We hebben de kleren opgevouwd. Nee, we hebben de kleren opgevouwen. Oh my, daar ben ik echt zeker van, hè? Please. Look it up, please. Yeah, I'm gonna look it up and we'll come back to you. Yeah. Ik heb gevouwen de gevouwen brief. Het is beide. Nee, gevouwen, man. Gevouwd. Mijn D. Het is beide. Waar is het? Rap. Hier af. Ah, nee. Oh, jongens, slet. We rijden gewoon die fucking auto straat terug op je maat. Kan niet meer, jas, hè? Je bent sully soms, hè? Ja, ik moet hier opzoeken. Moet je alles doen. Alles doen? Ik zit hier aan het rijden. Ja, serieus, wat alles doen? Allee, maar ik heb eens voorziet. Terug voor de deur. Oh, ik heb er al chance opnieuw af. Moet ik er opnieuw af? Ja. Ah, ja. Ja. Oh, jongens. Allee. Er staat gevouwd, niet opgevouwd. Opgevouwd is geen woord, Jens. Er staat gevouwen / gevouwd. Mandy. Nee, sorry. Ja, staat er eigenlijk op Google? Ik ben het niet akkoord met deze stelling, mensen, alsjeblieft. Laat ons weten wat het is met... Wij zijn... Jij is een lees. Je moet weer een heel... Je moet al die... Hé, hey, maat, maar dat is fucking penis met ballen. Nou, gast, was deze. Ik zwaar. Dus hier terug af. En wat dan? Dan rechtdoor en terug naar krul. Krul. Hé, maat, het is al 3 of 4 bochten dat wij zo aan het gaan zijn. Ja, wie... Je ziet dat gewoon, mensen. Kan niet zo. Weet ik niet hoe dan. Zet je koe beter, ja. Ja. Maar ik word mottig van dat gedrag, gast. Ja, we moeten er nog 2 doen. Wat nog 2? Nee, nog 1. Oh, dat is amai. Ik word er echt mottig van, gast. Ah, hier. Maar wij hebben deze juiste hoek gedaan. Ja, en now we need to go and tell. Ah, hier gebeurt als dan er nog. Arrange, maar it's not folk. That's it. Ja, dat vind ik ook niet zo mooi. Dat is de hoekig en te oud. Ja. Moet jij nog altijd beter als iets anders, dus ja. Maar zijn we er met? Ik ben echt mottig aan het worden. Ja. Wanneer? Ja, hier echt door. Het visje geeft. Wat is dat hier? Dat zijn schildpadden volgens mij. Ik denk het is slangen. Ah, waar? Nee, dat is wel. Yeah. Waar is de animal van? Oh, dat is het altijd. Stop, wij toch onze dieren ook. Ik snap dat niet. Die zijn er nooit niet. Ik denk hier is kikkers. Oh, dan waren we nog om de tak. Ik ken niet. Waar? Hier, van boven. Such a good. Dat is zo raar, hè? Zo duur. No. Zo running away from you, hoor. Heb je gezien niet eens hoe groot dat is? Je weet niet eens of dat... Dat is de dogs on it. Hier is een Milo. Jasje, dat is veel te klein. Dat zie je. Wacht. Oh, die een hond erin krijgen, god, al een heel fucking pretpark zijn. 70 centimeter hoogte. Maar die van 77 daar. Ja. Een extra grote bench met benchmaat 107 centimeter is geschikt voor volwassen golden retrievers en labrador. Oké, let denk ik dan. 130 euro. Ja, ziet dat kapot bij het echt. Ik zei er juist al tegen de eens van, zie, dat kan misschien duur zijn een bench. 107. Ah, maar dat is zo'n duur. Ja. Ik zei, dat kan misschien duur zijn een bench, maar geloof mij, in een volwassen middel, dat kot is duurder. Zo. Wat teken je dan, jongen? Ja, je moet dat vragen, hè. Allee, ziet dat mensje en ziet dat pakketje. Ja, je moet dat vragen, hè. Oh, kom, film mee, ik denk het, hè. Jongen. Nee, je kunt dat niet zo pakken. Ik kan dat wel pakken. Nee, dat weegt. Pak je camera. Oh, echt. I'm gonna push you. I cannot touch it, I'm too small, hè. We're gonna get someone. Dag, Rambo. Je noemt Rambo. Dag, Rambo. My god, such a papagaai. Huh? Dag, vriend. Spreekt jij of niet? Mag ik je Antwerps leren? Maar zie, die boot is ook dik. Kei nice. Pas op, hè.
Oh, ze beet je een tik op. Oh, zie je dat? Oh. Ze beet die lens kapot, daar ken ik. Zit jij nou zo boos om aan te zien? Ja, die is kwaad. Dag, Rambo. Gaan we dansen? Die doen dat, hè? In Spanje was dat ook. Of zo. Die begon ook zo mee te dansen. Wat mooi, zo kan niet. I want like a Tim Hill with a tapajoy. Huh? He's going in his cult. Kan ik niet meer. Oh. Are you giving it to me? Oh nee. Are you? Huh? Nee. Oh. He's so on my fucking hand again. Put him back. I can't. Put him at that moment. Put your arm in it. Go. Terug op. Oh my god, he's gonna fucking go. Oh my. Wat die vrouw al gastig mee dat hij moet van mijn naren naar Vicor zet. Allee, duwt hij er zo wat op? Nee, die gaat aanvallen, gast. Oh my god, ik haat gewoon. Ja. Mag je? Ja, maar moet ik zeggen, de papagaai is op haar arm gekropen. Roep die even. Ik was zo in shock, dat wilde niet weten. Die begon ineens om mij dan ook zo te knabbelen en zo. Oh, dat ken ik niet meer. Wist ik veel dat hij dat ineens ging doen. Die stapte ineens op mijn arm, gast. Ik had er gewoon even gaan staan. Dacht even een tijd aan tijd. Zat een thumbnail ook kan eens. Wat een kerel die jij. Ja, jij, Jens. Ja. Ik dacht met jullie op de fiets. Ja, hoor. Ja, wel, ik zou een deal moeten hebben. Wat is nou maas hierop? Altijd die zetel plat kan niet mee, hè. Dan gaat hij die zetel weer plat leggen voor dat ding erin te krijgen. Hier, je kom. Je put de zetel back up this time, hè. Ja. Oh, you never, allee, oh. Allee, trek het in, man. Hé, hey, jong. Ah, stabbelen. En dan klagen over dat dot ook, hè. Klagen en zagen, maar toch altijd om hulp vragen, hè. Hé, hey, maat, je papa joy, daar ken ik niet missen. Maat, wat was dat? Ik had echt bang. I think he picked me and I'm hurt. Maar mijn arm. Tom en Co on. And then you get a lot of money. Or the puppy shot attacked you. Yeah. Yeah, they have it on build. It's not attacking you. Oh, zit dat wolf ook. Nee. Dat is een wolf. Oké, goed, we gaan Milo. Blij maken. Nee, betrappen eerst, Kenny. Allee mensen, we zijn benieuwd wat het hem nou weer heeft aangericht. Wat deed hij nou toch allemaal? Weer aangericht. Tu. Je bonuskaart is leeg. Oh man, ik heb je gevraagd voor die zetels terug te zetten. Je kan back ze beten. Nota. Kan niet. Oh, kan niet met dat. Oh my god. What is it gonna be? Mag jij ook die zak met eten erop staan? Wat als die nou... Ja, beter hier dan daar, hè. Maar dat kop ziet er niet uit, man. Wat is dat? Kom. Oh, mij. Mij loon springen. Amai, kan niet zo. En toch gaat er iets in. Misschien zien we dat niet direct, maar er gaat toch iets in. Is er niks? Nee. Wat is er? Nee, er zal wel ergens een kabel kapot zijn of zo. I have a prezi for you. Oh, je gaat er zo niet tevreden mee zijn, maat. Fijne welkom in de kip. Dit is voor jou. Je voelt het, je voelt het gewoon, ziet hij. It's a pretty for you. Ik ben benieuwd of het. Ah, wat dat groot genoeg is. Ja, my lord, leven is niet altijd een feest. Dat is het deurtje, hè. Milo. Met de buk zo, kan niet. Ja, bik is groot, hè. Dat is lekker een goudvis in een kom, deze. Allee, joh. Ah, verdomme. Wat? Er moet een kussen in, man. Je moet daar zo'n kussen in leggen, hè. We didn't buy that, hè. En je hebt dat puut. It's not puut, hè. Het is not puut, zeg, gast. Voor de mensen die weten dat puut is, dat zijn poten. dat is voor de hokken, denk ik. Is daar een boek in?
Look at the foto gewoon, hè. Anti-slip. Ah, wow. Kan niet meer. Toch puits, of hè? Ja. Allee, ziet dat er naast staan? Zo bij naast die tv, daar ken ik niet meer. Dag, Pijp. What's up with that? Ja, ergens anders gaat sowieso in de weg staan. Ja, probeer hem erin te krijgen, hè, Jens? Nilo, kom eens hier. Wat is dat? Die gastje erin, zeker? Pak het hier. Nou, ik vind het koekje ineens niet meer zo interessant. Pak het. Die gastje is hem nu weg, zo. Maar Gersje is ook een bench gewoon, dus die vindt dat nou niet zo heel eng. Allee, hij is erin en hij heeft juist een koekje gekregen met hem erin. Nog een koekje? Ja, nog een koekje. Nog een koekietje. Nee, schoen, vriend. Maar je flinke Milo. We gaan die er even in laten, dan deurtje terug open. En dan snapt hem ook een paar keer dat de deur elke keer terug open gaat. Een flinke. Ziet die twee sukkeltjes erin zitten? Zies is zitten, sa. Milo, niet je vriendenke. Ja, wat is dat nu? Dat is omdat je altijd alles kapot bijt. Mocht je gaan liggen, ja. Milo. Ja. Een vriend ook, ja. Zo'n vriend ook, ja. Zo'n vriend van mij, ja. Hè. Ik heb even een avonddutje gedaan. Ik had dat nodig omdat het weer een zeer korte nacht was. Maar we gaan koken. En als we koken, wil dat zeggen HelloFresh. Wat we vandaag gaan maken is... curry met spinazie, en zoete aardappel, met rijst, verse koriander en een spiegelei. En zo zie je het eruit. Altijd superhandig om inderdaad zo die recepten te hebben. Die zijn ook mega gemakkelijk. Je doet eigenlijk praktisch nooit iets verkeerd. Hier staat alles op waar je in het pakket hebt zitten. Hier staat bij waar je moet bijvoegen. Dat is meestal zoals boter, bouillon, zonnebloemolie, peper en zout en zo. Zo, dit is alles wat ik vandaag nodig heb. Let's go. Let's start. Ik heb honger. De kortingscode Hello Jamila telt ook nog altijd. Dat wil zeggen op je eerste pakket 25 euro korting. Op je tweede en je derde pakket 10 euro korting. Dus ik zou zeggen, probeer zeker eens 3 boxen uit. Dat is een hele hoop eten. Je kiest allemaal zelf wat je erin steekt. Super variërend en lekker. Ik ben gestart met een pot op het vuur te zetten. Want het eerste wat we nu moeten doen is de rijst koken. Dan snijden we deze ui. Zo, de ui is gesneden en het water is aan het koken, dus er mag de rijst in. Trouwens, ook omdat het nu lente is, zijn er echt keiveel verschillende frisserige recepten ook, om lekker buiten te eten. Het is nu al iets te laat om buiten te eten, want het is ook al donker, maar ja, ik ben nu eenmaal een late eter. De knoflook heb ik ook even fijn gesneden en het volgende stapje is... verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd de rode peper fijn. Dus ik heb die net door midden gesneden en dan heb ik alle pitjes eruit gehaald en nu gaan we hem nog lekker fijn snijden. Snijd de wortel in half dunne plakjes, schil de zoete aardappel en snijd in blokjes van 1 cm. Oké, de rijst is klaar, dus die ga ik afgieten. Oké, zoete aardappel snijden is zonder twijfel een workout, maar wel de moeite waard. Zonnebloemolie is toegevoegd. Trouwens, voor de mensen die niet graag pikant eten hebben, pakt gewoon een klein beetje in de plaats van alles. En dan als dat vuur opgewarmd is, dan voegen we de ui, knoflook, rode peper toe, 2 minuten. Dan daarna de wortel, de zoete aardappel en een zakje gele currykruiden. En dan 3 à 4 minuten bakken. En op smaak brengen met peper en zout. Dus dit krijgt 2 minuutjes en dan smijten we de rest erbij. De rest is ook toegevoegd en nu gaan we dit zakje curry er nog bij toevoegen om het dat kleur te geven. En smaak natuurlijk. Afblussen met een beetje water. Voilà, de kokosmelk en de bouillon is toegevoegd. Dus wat ik nu ga doen is dat even afdekken en dat 10 minuutjes gewoon even laten koken. De koriander is ook al gesneden. En dan is het tijd om 2 spiegeleitjes te maken. Pannetje is aan het opwarmen daar. Momenteel ben ik de spinazie aan het bijvoegen. En de boter is klaar voor mijn eitjes. De rijst is verdeeld over mijn bord. Ondertussen is dit de spinazie nog een beetje aan het slinken. De eitjes zijn klaar. Wat ik nu ga doen is dit hier verdelen over mijn bord. Dan ga ik dat garneren met deze yoghurt. En natuurlijk de koriander dat hier nog ligt. En dan leg ik er nog 2 spiegeleitjes op. En dan kan ik lekker eten. Ik ben heel benieuwd, want ik heb juist al geproefd en magnifiek. Zo mensen, dat is het eindresultaat. Ik heb superveel honger, dus ik kan er echt wel zwaar van genieten. Niet vergeten, kortingen. Eerste box, 25 euro.
tweede en derde box 10 euro korting. Plus eerste box verzendkosten ook gratis. En je kunt uit zoveel dingen kiezen. Ik zou echt zeggen, probeer het gewoon eens uit. Ik ben er echt super tevreden over. En het is zo variërend. Jullie weten dat ik 6 maanden lang altijd hetzelfde heb gegeten. En dit is dus mijn droom die dat uitkomt. En het is gewoon heel, heel lekker eten. Dus linkje staat in de beschrijving met de kortingscode ook bij Hello Jamila. En ik zou zeggen, smakelijk. Wauw, ik heb echt zo ontzettend genoten van deze gerecht. Het is volgens mij een van de beste gerechten dat ik van Hello Fresh al heb genomen. Ik ga je eerst afsluiten hier. Als je het leuk vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe vlog of video plaats. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien of bij de volgende video om 5 uur. En doei!